Onder paarden heerst momenteel het rhinovirus. Dat uit zich meestal als een soort verkoudheid, maar het kan ook ernstiger uitpakken, zo vertelt fokker Emiel ten Bos uit Driel. In sommige gevallen in neurologische variant dat de paarden dan ook zenuwuitval krijgen en ja, dan toch wel heel erg ziek worden. En dan nog in een derde variant eigenlijk, dus dat die is eigenlijk heel gevaarlijk voor de ongeboren veulens. Die komen er, als ze een rhino-infectie doormaakt, dan ben je eigenlijk na een paar weken komt het veuletje de dood van de merrie af. Het is geen nieuw virus en uitbraken komen vaker voor. Nou, wat ik zeg, wij horen het regelmatig 1, 2, 3 keer per jaar wel dat het ergens de kop opsteekt. Ja, en dan ben je weer even wat scherper. Ten Bos neemt een aantal maatregelen om te zorgen dat zijn paarden in elk geval gezond blijven. Vraag van je klanten dat ze niet direct van een andere stal afkomen. En zelf in de gaten houden dat ze sowieso niet op stallen komen waar er een verdenking is. Het virus kan ook door mensen worden overgedragen, maar die worden daar niet ziek van.